Wat ik om me heen heel erg zag, was dat ambulanceverpleegkundigen en broeders en ook brandweermensen gewoon enorm met hele ingrijpende situaties en gebeurtenissen krijgen te maken. Zij doen daar echt ontzettend op die plekken, gewoon ontzettend goed werk. Maar de beelden die zij daar zien, dat zag ik ook wel in praktijken waar ik deze mensen trof, die bleven geregeld echt wel op hun netvlies staan. En dat is niet gek. Ik denk dat dat heel menselijk is, maar wel enorm belastend in hun werk. Door middel van de matrixmethode die Ingrid Stolk mij vandaag ook verder zal gaan leren, blijkt dat het meemaken van trauma of angst of het hebben van lastige beelden relatief heel eenvoudig op te lossen is door middel van de matrixmethode die zij biedt. Het gaat niet om het vertellen van een heel verhaal waardoor je het allemaal weer herbeleeft. Het gaat om een hele korte, hele efficiënte methodiek waarin je, het jouw verhaal is. Jij houdt regie en eigenlijk een heel ander plaatje terug mag zetten in dat hele enge, ingrijpende beeld wat je nog op je netvlies hebt staan. Ik adviseer echt, en ik zie ook in de praktijk dat het deze matrixmethode helpt om mensen hun trauma, hun lastig beeld om te zetten in iets, in een beeld waarin ze, ja, waarin het gewoon beter voor hun werkt, waar hun brein weer meer focus, meer aandacht, gewoon een opgeruimd hoofd krijgt. Dus mijn advies is, kijk op haar website en volg ergens de matrixmethode.